Wereldwijd is er maar 2,5% zoet water. En van die 2,5% is maar 1% vloeibaar. De andere 1,5% is opgeslagen in ijs. We hebben echt een haat-liefdeverhouding met het water. We kennen natuurlijk de watersnoodramp van 1953, maar ook die van 1421 met de Elisabethvloed. Daaruit is de Bisbos ontstaan. Aan de andere kant kennen we ook de droogte, dus de omgekeerde kant van het water als we tekorten hebben. Denk aan de bosbranden die we kennen en vanuit de Veluwe vandaan, maar ook de droogte in de landbouw. Afgelopen jaar werd Limburg geteisterd door wateroverlast en een dijkdoorbraak. Bij Jovette kijkt natuurlijk ook met studenten naar dit soort vragen en waterklimaatvragen. En met studenten zijn we bijvoorbeeld bezig van hoe klimaatadaptief zijn bijvoorbeeld tuinen hier in de buurt. Hebben we regentonnen, hebben we waterunits? Kunnen we daar heel effectief gebruik van maken van het water wat valt, die we dan opslaan om vervolgens ook weer te kunnen gaan gebruiken in onze tuinen? We kijken ook naar het maaibeleid. Gaan we het heel kort maaien of houden we het toch iets langer, waardoor het gras toch wat makkelijker water vast kan houden? En eigenlijk is het ook wel een tip om eerst te kijken van, nou, waar zit ongeveer het vochtgehalte ook in de grond? Kijk eens op 6 centimeter voordat je die kraan aanzet. Want eigenlijk 1 keer in de week een kwartier water geven is veel efficiënter dan elke dag met 3 tot 5 minuten. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze studenten, dat geldt natuurlijk ook gewoon voor jou. Daarnaast zijn we met de studenten ook heel erg aan het kijken bijvoorbeeld met bedrijventerreinen. Dat is natuurlijk ook een heel mooi gebied waarin we met water veel efficiënter om kunnen gaan. Kunnen we ook waterbuffers creëren voor overvloedig water. Maar aan de andere kant zorgt er ook voor dat er bijvoorbeeld veel minder hittestress is bij een bedrijventerrein. Naast natuurlijk ook een variëteit van bomen die een stuk water of hittestress tegenhoudt. Maar eigenlijk is een waterbuffer natuurlijk ook heel goed bedoeld om te zorgen dat bedrijventerreinen ook niet te warm worden. We denken vaak dat water vanzelfsprekend is. Maar voor 120 miljoen Europeanen is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat ze schoon drinkwater hebben. Dus laten we nou eens een keer trots zijn als het buiten regent in Nederland. En dat het gewoon uit de lucht komt vallen en dat we daar heel veel aan hebben.